Gaat Enzo Knol door de komst van zijn baby stoppen met vloggen? Onlangs maakte het populairste vlogduo van Nederland bekend zwanger te zijn. Maar past een baby wel in het drukke vlogleven van deze aanstaande ouders? Daar lijken Enzo en Miron het nog niet helemaal eens over te zijn. Miron en Enzo wisten de zwangerschap een tijdje geheim te houden, om er, zoals ze zelf zeggen, even lekker van te kunnen genieten. Met de professionele foto op Instagram maakten ze bekend papa en mama te worden. Naast de blijdschap zijn er ook veel vragen. Kan Enzo wel blijven vloggen nadat de baby geboren is? Er bestaat namelijk geen handleiding voor vloggende ouders. Toch hebben Enzo en Miron hier wel uitspraken over gedaan. In een Q&A van 2 jaar geleden op Enzo zijn kanaal zeggen ze het volgende. En het is ook gewoon zo dat, zeg maar, ons hele leven draait nu een beetje om het filmen natuurlijk. Nou, maar dat maakt niet uit. Nee, maar daar moet je wel een bepaalde vrijheid voor hebben. Nee, dat vind ik niet. Nee? Verder gaan ze er niet op in, dus het lijkt erop dat ze er toen nog een verschillende mening over hadden. Toch ziet het er nou uit dat Enzo zijn besluit al had genomen. In de leugendetector video van Shahid Sharak van iets meer dan 1 jaar geleden stelt Miron de vraag: zou je ooit stoppen met vloggen? Hierop antwoordt Enzo Knol: vlogging till I die, mensen. Vlogging till I die. Waarop de man van de leugendetector dit bevestigt. Maar al zou Enzo blijven vloggen, gaat hij dan ook de baby filmen? Omdat het een groot deel van Enzo zijn leven wordt, denken wij dat hij er niet omheen kan. Bij andere influencers zien wij vaak dat de baby wel wordt gefilmd, maar dat als het kind opgroeit zijn of haar gezicht wordt afgeschermd. Toch is het lastiger in Enzo zijn situatie. Hij en Miron worden namelijk door bijna heel Nederland herkend. Toch heeft Enzo totaal geen twijfels over de zwangerschap. Zo vertelt hij in de leugendetector video dat hij Miron als zijn perfecte vrouw ziet en als de moeder van zijn kinderen. Is dat de reden waarom je mij zo aantrekkelijk vindt? Ja. Omdat ik zorgzaam ben. Ja. In die video gaf hij al aan dat hij binnen 5 jaar kinderen wilde met Miron. En over het geslacht van de baby? Enzo heeft zeker wel een voorkeur. Daar is hij heel duidelijk in. Hij wil een jongen. Met Miron lijkt alles op het moment goed te gaan. Ze is momenteel bijna 20 weken zwanger en zal vanaf nu elke week een update video plaatsen op Enzo zijn YouTube kanaal. Miron vertelt geen klachten te hebben en ook totaal geen cravings te hebben naar ongezond voedsel. Al houdt ze nog steeds wel van snoepjes en chips, maar dat deed ze altijd al. Kortom, het lijkt er dus op dat Enzo niet van plan is om te stoppen met vloggen. En dat is vast een grote opluchting voor alle fans. Vond je deze video nou interessant en wil je meer zien? Vergeet ons dan niet even te volgen!